We zijn nu in Amsterdam. Vertel me wat er was gebeurd. Ik kwam naar Jissel en mijn man ging om. Ik had pijn. En hij ging voor me bidden. En toen de kracht van Jezus kwam, toen had, toen had ik geen pijn meer. Want ik had ook pijn aan mijn borst en mijn voet en mijn rug. Had ik last van. Ja. Toen hij voor me had gebeden, had ik geen pijn meer van mijn lichaam. En ja. Nu is het helemaal weg. Ja, nu is het helemaal weg. En je had last van je pols, je rug? Ja, en het is allemaal genezen. Allemaal genezen. En wie heeft dat gedaan? God. Wauw. En wiens naam? In Jezus' naam, amen. Ja, en waarvoor heeft hij dat gedaan? Voor onze genade. Omdat hij van jullie houdt, hè? Ja, en omdat hij ons een goed leven wil geven. En de kind... dit gaat even niet over pijn en zo, maar... De kinderen die hier zo in Nederland wonen, ja? Die moeten blij zijn met wat ze krijgen van hun moeder, want in arme landen hebben ze helemaal niks te eten. Klopt. En God heeft jullie genezen, omdat het koninkrijk van God kent geen ziekte, kent geen pijn. Hij kent geen pijn en hij kent ook geen ziekte. Ja. Hij kent alleen maar goede dingen en geen slechte dingen. Ja. Nee. Oké,